wel, dames en heren. U denkt, ik kom hier voor het duo voor One Day. Dat staat hier één iemand. Dat klopt. We hebben namelijk een programma. En ik moet eerlijk zeggen dat dit programma al langer bestaat dan één dag. Namelijk een week. We hebben dit vorige week in de dag ingestudeerd, dus dat klopt wel weer. En het is een heel bijzonder programma, is het gebleken. We waren gevraagd, Emmy en ik, voor de Muze van Zuid. Een festival hier in Amsterdam-Zuid. Om een programma te verzorgen met z'n tweeën rondom de beroemde vioolpedagoog Oscar Bak. En Oscar Bak kent u misschien wel van de naam van het vioolconcours, wat al ongeveer 40 jaar bestaat. En af en toe komt daar een mooie winnaar uit. Ik noem een Jenny Jansen, maar bijvoorbeeld ook een Sonja van Beek of dat soort mensen. Die hebben er allemaal aan meegedaan. En Oscar Bak was, denk ik, voor alle vioolspelende Nederlanders de belangrijkste bron van wat betreft de school waar we allemaal vandaan komen. Onze leraren hebben ook allemaal weer les gehaald van Oscar Bak. Oscar Bak zelf kwam uit Hongarije en had ook connecties met Béla Bartók. En daarnaast had hij ook nog connecties met Géza Fried. Géza Fried is een Nederlandse componist die ongeveer in de jaren 30 naar Nederland kwam. Een Hongaarse componist, sorry, die in de jaren 30 naar Nederland kwam. En hier een bestaan heeft opgebouwd, ook als pianist. Hij was ook leerling van Béla Bartók. Hij heeft ook zelf op dezelfde conservatorium gezeten, de Frans Liszt Academie. Dus het was allemaal een mooie connectie, de Hongaars-Nederlandse connectie. En dit programma gaat dus helemaal rondom over de hele school van Oscar Bak. En het allerleukste was dat we dit zondag in de studio hebben gespeeld, waar Oscar Bak al die grote beroemdheden les heeft gegeven. Dus de muren leken wel oren te hebben. En dan lijkt toch een beetje alsof hij nog op je vingers kijkt, deze beroemde pedagoog. Ik begin nu met eigenlijk het stuk wat voor violisten misschien het belangrijkste is wat geschreven is, namelijk de Chaconne van Bach, in mijn eentje. Dat is een onderdeel van de drie solo sonates en drie partita's die samen in één boek zijn gebonden met als zes stukken. En Bach heeft dit werk geschreven in 1720, zo ongeveer in de tijd dat hij zijn eerste vrouw heeft verloren. En omdat, waarschijnlijk om dat te verwerken, heeft hij dit stuk, die Chaconne, ook geschreven. Het is in vergelijking met andere delen uit die dansen en suites, is het nogal buiten proporties. Het is een stuk van een kwartier. Terwijl al die andere partita's, zeg maar, al die delen, die zijn allemaal nou niet langer dan 3-4 minuten. Maar deze Chaconne heeft hij zich flink op uitgeleefd. En wat ik altijd erg mooi vind, is voor op de titelpagina van dit boek van Bach, met die vioolsonates, daar staat zij solo. En dat is nogal op meerdere manieren interpreteerbaar. Zij solo zou je zeggen, zes solo stukken, zou je kunnen zeggen in het Italiaans. Maar dan zou je toch denken zij soli, omdat het namelijk meervoud is, dus dat klopt niet helemaal. Maar het betekent ook wees alleen in het Italiaans. Oftewel, heb een goede tijd met jezelf en het mooie stuk en ga lekker alleen in een kamertje zitten en geniet van dit mooie werk wat Bach geschreven heeft. En ik kan vertellen dat in coronatijd het alleen zijn tot wel tot een iets fijnere bezigheid werd door het spelen van deze Bach-sonates. Dus zij solo heeft een extra betekenis gekregen in deze tijd. Goed, ik ga mij nu wagen aan de Chaconne van Johann Sebastian Bach. Thank you.
Die zijn geschreven door Géza Fried. Hij was geboren in 1904, ik zei al, in Hongarije. Deze duo's heeft hij geschreven in 1972. En in navolging van Béla Bartók, die ook dit soort duo's geschreven heeft, heeft deze ook een pedagogisch karakter, dit werk. Natuurlijk, het zijn duo's, dus je kunt spelen met een leraar en een leerling. Maar het idee daarachter is niet speciaal dat je nou heel erg snel en virtuoos leert spelen, maar meer de moderne muziek van die tijd een beetje in je hoofd en in je vingers kreeg. Dus Bartók was natuurlijk een vrij ongebruikelijke componist in Nederland. En die componisten die wilden eigenlijk ons een beetje wegwijs maken als leerling
hoe je nou dit soort muziek speelt. Je hebt natuurlijk te maken met niet één tonaliteit vaak in de muziek, maar ook twee. Dus dan leer je een beetje met twee toonsoorten door elkaar heen te spelen of meerdere ritmes door elkaar heen te spelen. De volksmuziek is natuurlijk bij Bartók ook heel erg belangrijk en ook bij Geza Fried. Dat soort dingen leer je al spelende, letterlijk spelende, leer je dat als je deze duo speelt. Het zijn ontzettend mooie stukjes muziek. En de eerste combinatie duo's die we spelen zijn opgedragen aan Herman Krebbers. En de tweede combinatie die we nu gaan spelen is geschreven voor André Gertler. André Gertler was een pedagoog in Brussel. En Geza Fried was daar ook heel veel te vinden, ook Béla Bartók. Dus het is allemaal één grote kennissenkring. En nou, we gaan er nu twee boekjes voor u spelen van deze duo's. Thank you.
nummers geschreven voor André Gerple.
Guevara, de Fried Keza, als onze Hongaarse vrienden gaat gezegd. De duo's voor Fried Keza. Ik had nooit van hem gehoord, dus ik ben heel blij om die te leren kennen. Ik mag ook meedoen, desondanks dat ik niet, geen verbindende lijn met Oscar Bach heb. Maar ik kom van een andere Hongaarse stam, zo'n tak, van Carl Flesch. Mijn leraar was Carl Flesch. En Oscar Bach woonde, waar was het? Op de hoe heet het? De straat? Obrechtstraat. Jacob Obrechtstraat. En ik wist niet dat Carl Flesch op de Van Preestraat woonde toen, tegelijkertijd. Dus ze waren zeker bevriend, zeker heel veel discussies over viooltechniek en zo. En ik vind het heel mooi dat ik mag ook meedoen aan de Hongaarse feest. Nu komen we bij de Bartok-duo's. Ze zijn door een meester geschreven. Ze zijn juweeltjes. Men moet denken aan de microcosmos door Bartok geschreven. Die zijn ook niet heel ingewikkeld, maar toch heel duidelijk leermateriaal. Niet alleen voor techniek, maar ook voor muzikaliteit. Hoe je verbindt, hoe je twee noten verbindt. Hoe je een liedje, een heel simpel liedje mag zingen op een viool. Dus ik vind ze heel leuk. En we gaan een aantal van jullie spelen. Het eerste is Prelude en Canon. Canon. Thank you.
service dans. Als toetje pizzicato.